Yo gasten, Gamo's hier, welkom bij een tweede aflevering van Ik Test Jouw Deck. Nou ja, tweede aflevering, ik heb er wel veel meer gedaan. Maar vorige week had ik sinds een half jaar gewoon weer zo'n aflevering online gezet. Dus in principe is dit een soort van tweede aflevering van een tweede seizoen. Want we beginnen gewoon weer een soort van opnieuw met deze serie. En we gaan dus gewoon lekker weer drie decks testen van drie verschillende kijkers. En mocht jij ook een goed deck hebben, laat hem beneden achter in de reacties. En misschien dat ik hem ga testen. Weet het niet zeker, ik kan natuurlijk niks beloven, want heel veel mensen laten hun deck achter. Dus ik kan natuurlijk niet iedereen's deck testen. En vergeet natuurlijk ook allemaal niet van zonder duimpje omhoog achter te laten op deze video. 1000 likes zou mooi zijn en abonneer natuurlijk als je dat nog niet hebt gedaan. Maar de eerste deck die ik ga testen is van B. In ieder geval zo heet diegene op YouTube, ik weet niet of het zijn echte naam is. Maar in ieder geval, ik ga dus zijn of haar deck testen. Zo ziet de deck eruit met gewoon een mega ridder. Plus een P.E.K.K.A. Dus twee hele zieke kaarten van allebei 7 elixir. Geen idee of dat chill combineert of dat twee chille kaarten zijn om samen mee te spelen. Verder heb je ook geen vuurbal of iets dergelijks. Dus als je tegenstander een elixirpomp hebt, ben je denk ik genaaid. Maar we gaan gewoon lekker spelen. En we zien wel of we gaan winnen of verliezen. En aan het eind van elk potje geef ik natuurlijk het deck waar ik op dat moment mee heb gespeeld een cijfer. En trouwens, hij had ook nog een tip. Dat ik eerst met de miner moest gaan aanvallen en dan met vleermuizen erachter. Maar ik denk dat ik dit potje wel moet winnen. Want ik zie de levels van mijn tegenstander en ik zie meteen dat ze... Oh, trouwens, dat valt mee. Maar in ieder geval, zeg maar, die skeletten die zijn maar level 7. Dus dat is niet heel hoog. Maar het werkt inderdaad. Die miner en beet of vleermuizen... Daar deed ik meteen mooi wat damage mee. Prinses is op zich ook wel chill. Daar kan ik één hit mee doen. Ik zal hier even meer ridden inzetten. Wat? Dan kan ik daar de boel makkelijk mee verdedigen. Ja, dit moet ik wel winnen. Als ik naar de levels kijk van mijn tegenstander, dan moet dit wel een eindje gaan worden. Tovenaar, ja, hij heeft echt veel lagere levels, man. We gaan hier even snel proberen om hier 3 kronen van te halen. Weet je wat? Ik skip dit potje eventjes voor de rest en dan gaan we daarna nog een keer spelen. Want dit is natuurlijk geen eerlijke tegenstander. A few moments later. Nou, dat was natuurlijk een easy win. 3 kronen. Oké, okay, nou, het deck speelde wel chill. Maar ja, we hadden natuurlijk ook niet de tegenstander die ongeveer veel trofee had. Dus om eerlijk te zijn, telt dat natuurlijk ook niet. Daarom doen we nu gewoon nog een potje. Let's go. Hopelijk gaan we dan deze ook winnen. Deze zit wel in een gouden clan, dus ik denk dat dit wel iets lastig gaat worden. Oh, shit. Zet ik hem net aan de andere kant neer. Dat is wel een beetje fucked up. Ik zal hier even een miner neerzetten. Zet ik hier nog even een prinses bij neer. Dan hoop ik dat ik nu even mooi wat damage kan doen. Ja, oké. Okay, die oven, daar doe ik wat damage mee met mijn prinses. Voor de rest niet heel veel. Ik zal hier nog even een tovenaar neerzetten. En we hebben iets damage kunnen doen met mijn miner. Maar ik hoop dat ik nog die vuurgeest kan verdedigen met mijn tovenaar. Ja, eentje heb ik kunnen verdedigen. Maar dat is niet goed genoeg. Oké, okay, dit gaat lastig worden. Kijk, oké, nu heb ik een tegenstander die wel goed is. Oh, die Sep, die was ook perfect. Bandiet. Hopelijk komt hij er nog wel door. En kan ik nog even wat hits doen? Ja, oké. Okay. Volgens mij was dat net te laat, die Goblin-bende. Zullen we even de elektrische tovenaar neerzetten? Dan verdedig je dat ook easy. En dan kunnen we misschien nog wat damage doen. En dan kom ik uiteindelijk nog best wel redelijk terug. Want 2 hits. Nog 1 hit en ik sta gewoon gelijk. Oh, die laatste hit komt echt niet. Maar ik ga nu weer even miner en dan vleermuis attack doen. Dat werkt dus. Meestal doe je dan wel goed damage. En nu doe ik ook weer veel damage. Ja, nice. Oké, okay, ik krijg bijna gewoon zijn toren neer. Net niet helemaal, maar dat scheelt niet heel veel. Oké, okay, dit werkt toch misschien best wel goed, dit deck. Dit ga ik trouwens zo... Ja, ik laat die eerste 2 vuurgeesten maar even op mijn toren. Oh, trouwens, ik doe hier nu even een meegeridder. Oh, shit, trouwens. Nu kan ik die goblins niet verdedigen. Ik zal hier even snel struikboven neerzetten. Maar dat is eigenlijk al te laat, want hij heeft mijn toren al neer. Ja, inderdaad. Oké, okay, dit is een beetje zuur. Dat had ik iets beter moeten verdedigen. Oké, hopelijk kan ik 1000 toren nog neerhalen. Ja, dat gaat wel lukken. Oké, nou dan staan we in ieder geval weer gelijk. Dit gaat wel spannend worden, dit potje, man. Het is wel een mooi potje. Dit is al een stuk beter als vorig potje, want dat was natuurlijk totaal niet heerlijk. Maar kijk, dit soort potjes zijn altijd mooi. Gewoon dat je voor het eerst met een deck speelt, ja, ondertussen tweede keer een beetje moet uitvogelen en dat het gewoon lekker spannend is. Ik zal hier nu even een P.E.K.K.A. neerzetten. En dan gaan we nu gewoon een mega grote push neerzetten. Die vuurgeest op mijn hoofdtoren, die laat ik maar gewoon. Zo heel erg is dat niet, een paar van die hits op mijn toren. Ik kan beter gewoon een beetje voorbereiden op goede verdediging. En dan zal ik, ja, weet je wat? Ik zet er zo meteen ook nog een mega ridder bij neer. Ja, die zet ik nu hier neer. Wat zal ik nog verder doen? Elektrische tovenaar zal ik die, of ik zet er nog een bandiet bij neer. Zal ik hier nog even een prinses bij neerzetten. Zet ik hier nog even een mijnwerker neer. Dan doen we een zieke aanval. En dan hoop ik dat we op deze manier even goed doorkomen. Die P.E.K.K.A. Oké. Okay. Ja.
Ja, oké, okay, die Packer gaat toch wel op zijn toren. Oké, okay, nice, dat moest ik hebben. 1 hit, oh nice, kijk die 1 hit. Dat doe ik dan toch eventjes heel veel. Ik zal nog even een struikrover hier neerzetten. Oké. Okay. Ah shit, nu is mijn prinses net dood. Dat is een beetje vertokt. Zal ik even elektrisch tovenaar neerzetten. Dan net iets sneller te verdedigen. Mijnwerker erbij neer. We hebben echt maar een paar hits nodig op zijn toren. En we gaan dit gewoon winnen. Misschien die bandiet die op zijn toren kan gaan. Hier de prinses. Paar hits. Die prinses die kan sowieso 1 hit doen. Dan nog een hit. Ja, hij verdedigt die prinses niet. Dus hebben we dit gewonnen. Oké, okay, nice. Heerlijk potje. En ik heb uiteindelijk weten te winnen. Ik denk dat dit wel echt een heel chill deck kan zijn. Sowieso een super sterk deck. Met de P.E.K.K.A. en Mega Ridder dus. En op zich, als je tegenstander natuurlijk een elixirpomp hebt. Kan je mee... Oh, wacht. Annuleren. Oeh, dat is wel niks. Als je een tegenstander natuurlijk een elixirpomp hebt. Kan je nog wel verdedigen met de miner. Maar ja, als je die miner weer verdedigt, dan ben je wel gefukt. Maar voor nu speelt het deck echt super chill. En dat cijfer krijgt het gewoon een 8,5. Heel easy mee gewonnen. Eerst potje natuurlijk, omdat mijn tegenstander minder goed was. Mijn tweede potje had hij ook dezelfde levels. En heb ik gewoon alsnog makkelijk gewonnen. Dus dat is hartstikke mooi. Maar we gaan verder met het volgende deck. En dit deck is van Tjirt. En Tjirt die had in totaal 4311 bekers hier meegehaald. Dus dat is op zich wel ziek. En zijn levels waren level 11 en 10. Ik heb de levels ja, bij sommigen iets hoger. Ik heb ze allemaal level eentje level 10. IJsgeest kan ik ook weten, maar ga ik niet doen. Voor de rest heb ik alles level 11 of hoger. Een paar ook maximaal. Maar ik ben erg benieuwd hoe dit deck speelt. We gaan gewoon niet te veel lullen. We gaan gewoon meteen lekker spelen. Tjirt, ik hoop dat je deck een beetje chill speelt. Ik denk, het is gewoon een lockbait deck. Die lockbait decks, dat vind ik persoonlijk altijd chill. Nee, vind ik persoonlijk altijd irritant om tegen te spelen. Maar om een met te spelen vind ik altijd wel redelijk lastig. Ik ben gewoon nog niet heel goed in het spelen met lockbait decks. Dan moet ik misschien iets meer gaan leren. Maar dat is misschien nu wel handig om daar nu alvast gewoon een beetje in te oefenen op deze manier. Ja, oké. Okay, daar hoef ik niks te verdedigen verder. Nu is het al wel een beetje lastig wat ik moet gaan doen. Ja, dat is ook een beetje een probleem. Ik weet nooit zo goed hoe ik het nou precies goed moet verdedigen. Ik weet wel hoe ik die ridder daar ga verdedigen. Of nee, ik bedoel die reus. Ik kan hier trouwens even bad, dan is daar ook alles kapot. Namelijk Inferno Toren kan je natuurlijk heel makkelijk die reus verdedigen. Die heks, moet dat ook nog verdedigd worden? Of is dat ook al voldoende met die Inferno Toren? Ik denk dat dat ook al wel voldoende is met die Inferno Toren. Ja, inderdaad, want die Inferno Toren gaat nu op die heks. Daarvoor zijn die Inferno Torens wel echt ziek overpowered. Maar hij heeft dus zo'n lock, of nou een lock. Hij heeft dus zo'n kaart... Waarmee die Barbariton, dat wou ik zeggen. Die heeft hij dus en dat is gewoon ziek irritant. Daarmee kan hij dus gewoon dik verdedigen. Oh nice, mijn prinses is nog steeds buiten bereik. Dus dan moet hij dat gaan verdedigen. Zal ik hier ondertussen even Goblin Ton neerzetten. En mijn prinses die blijft maar doorgaan. Oké, dat is nice. En ik had al verwacht dat hij die ton daar neer ging zetten. Dus ik zet hier nu Goblin Band erbij neer. En mijn prinses kan nog steeds door blijven gaan. Lekker hoor. Ik zal hier even trouwens mijn ridder neerzetten. En dan zet ik hier weer een Inferno Toren neer. En op deze manier krijg ik nog bijna zijn toren neer ook nog. Holy shit, hij gaat nu pas mijn prinses verdedigen. Dat is echt heel, heel nice. Dat betekent dat ik al bijna zijn toren neer heb. Ik heb hier achter nog een prinses neergezet. Ik zet hier nog even een Goblin Ton. Hij kan nu een paar hits doen, maar dat is niet heel erg. Ik denk dat hij die Goblin Ton gaat verdedigen met Barbaren Ton. Met de sneeuwbal kan het ook. Dan kan ik ietsjes... Ja, ik heb een paar hits kunnen doen. Maar dat is in principe niet heel erg. Hij zet nu weer die ton neer. Ja, die kan misschien 1 hit doen. Nee, zelfs dat lukt hem niet. Dus dat is dikke prima. Goblin Bende, dan denk ik dat hij die niet heel lekker kan verdedigen. Inferno Toren, daar wacht ik nog even mee. IJsgeest. Hierachter nog even een prinses. Dit gaat zo lekker. Op de een of andere manier begin ik door te krijgen hoe je misschien moet spelen met zo'n deck. Nu moet ik hier trouwens wel even uitkijken. Ik zal even Goblin Bende neerzetten. Zet ik hier nog even een ridder bij neer. Wat gaan we verder nog doen? Oeh shit, die bevriezen. Of hij heeft daar de bol lopen bevriezen. Dat is wel een beetje top. Uiteindelijk heb ik het heel makkelijk trouwens kunnen verdedigen. Dus zo heel veel is er ook niet aan de hand. Maar oh shit, dit deed hij trouwens wel goed. Ik zal hier trouwens even een raket neerzetten. Want ik heb namelijk gewoon nog 2 raketten nodig op zijn toren. En dan is de toren kapot. Ik kan trouwens ook een Goblin Bender er neerzetten. Voor het geval, dat gaat hij denk ik wel verdedigen. Ja, dat doet hij inderdaad. Dus ik moet zo meteen gewoon 1 raket nog op zijn toren neerzetten. Dan hebben we dit gewonnen. Nu gaat hij sowieso wel een dikke aanval doen. Dus daar moet ik voor uitkijken. Zal ik een prinses neerzetten, doe ik hier IJsgeest. Ik heb eventueel nog pijlen, dus die zal ik hier even neerzetten. En dan moet ik nu mijn raket neerzetten. Come on, raket. En die wordt nu neergezet. Is dit nog op tijd? Ik denk dat dit net op tijd is. Ja, dit is nog op tijd. Als die raket net iets laat was... Was ik gefukt geweest. Maar dit hebben we ook gewonnen. Oké, nice.
twee prima decks achter elkaar. Lockbait deck, ja, ik vind het nooit extreem goed om mee te spelen, maar ik heb het toch weten te winnen. Het ging al in het loop van het potje wel steeds iets beter, maar toch vond ik het, denk ik niet dat ik hier heel ver mee ga komen, maar dat is ook mijn persoonlijke mening natuurlijk. Maar ik geef dit deck gewoon wel cijfer 7,5. Het speelde prima, hier kan je denk ik wel veel mee winnen, maar ik denk dat je hier wel veel mee moet oefenen. Ik denk dat dat gewoon het geval is. Maar we gaan door naar het laatste deck en dit deck is van Yassine met de tovenaar en allemaal andere goede sterke kaarten. Hij had in totaal 4900 trofeeën hiermee gehaald, dus dat is behoorlijk hoog. Dat is in welke divisie zit je dan? Dan zit je in meester 1. Dus dat is inderdaad een behoorlijk hoog deck. Maar we gaan dus met zijn deck spelen. En ik ben benieuwd of het een beetje goed speelt of slecht of niet. We gaan er nu achter komen. Dan worden dit wel lange video's op deze manier. Maar hopelijk kunnen we nu weer winnen. Je moet wel tegen een tegenstander uit een bronzen clan. Dat zegt natuurlijk niet alles. Ik zal hier trouwens even Valkyrie neerzetten. Ik wil eigenlijk horde gunstelingen achter mijn prins neerzetten. Maar ja, dat gaat nu helaas niet meer lukken. Ik wacht eerst wel eventjes af. Ik ga nu gewoon eventjes afwachten spelen. Niet te aanvallen meteen. Ja, die boogschut is wel een beetje irritant. En dit is ook irritant. Ik zou er even een vuurbal neerzetten. Oh, die vuurbal was trouwens wel perfect. Nog even babydraak erbij. En dan kan hij wel iets damage doen, maar is niet heel erg. Ik hoop dat ik mooi kan counteren met nog een Hog Rider erbij. En ik hoop dat hij voor die babydraak gaat. En de schipper maakt ook niet extreem veel uit, maar dat doet hij wel. Dan kunnen we nu mooi wat hits terug doen. Ja, oké, we doen meer damage terug op zijn toren dan wat hij op mijn toren heeft gedaan. Dus dat is altijd mooi. Op die manier kan je best wel heel goed Clash Royale spelen. Gewoon lekker counteren. Nu moet ik wel uitkijken, want ik, ja, mijn prins kon ik neerzetten, maar dat was niet echt handig geweest. Ik zal hier even skelettenleger neerzetten. Om daar een beetje te verdedigen en dan doet hij behoorlijk wat damage terug. Oh ja, dit is fucked up. Het gaat echt op en neer. Dan doet hij weer damage, dan doe ik weer damage. Ik moet even zorgen dat ik zeg maar qua elixir gewoon flink voor ga lopen. Zodat hij niet de hele tijd dan terug kan komen. Maar oké, dit is trouwens wel handig. Hij heeft nu een zap gebruikt. En ik denk als ik zo meteen aanvallen met de prins en horde gunstelingen, dat ik wel echt vies veel damage kan doen. Ik doe het even via de andere kant. Want dan hoop ik dat ik hier ook gewoon vet veel damage kan doen op die toren. Dat ik gewoon twee torens heel erg zwak heb, zeg maar. Oké, die mega ridder, dat is prima, want die is binnen no time dood. En dan denk ik dat hij dit niet meer goed kan verdedigen. Ja, inderdaad, dat had ik helemaal goed. En dan heb ik nu gewoon daar zijn toren neer. En kapot. En dan zetten we hier nog een Hog Rider bij neer. In ieder geval, dat was het idee. Dat doe ik toch maar niet. Want anders, ja, dat is misschien net iets te aanvallend. Ik begin gewoon rustig met de Valkyrie hier. Maar het ziet ernaar uit dat we dit potje wel weer gewoon gaan winnen. Hier even tovenaarachtig. Doet mijn tegenstander nog wel wat? Want, ja, hij doet nog wel wat. Ik wou net zeggen, want dit zag er wel heel lang naar uit dat hij helemaal niks ging doen. Vuurbal daar zo. Zou je nog even een prins neerzetten? Die horde gunstelingen kan ik helaas daar niet inzetten. Dus dat is een beetje fucked up. Ik ga even via deze kant. Even kijken of ik die drie kronen weet halen. Weet niet of dat slim was. Ik zal hier trouwens even Valkyrie neerzetten. Om daar een beetje de boel te verdedigen was goed gedaan. Maar daar komt hij alsnog redelijk door. Ik doe trouwens wel dik veel damage op zijn toren. Zie ik nu. Maar het was niet heel slim. Want daardoor heeft hij mijn toren uiteindelijk ook neer kunnen krijgen. Het is altijd leuk om te winnen met drie kronen. Maar eigenlijk moet je gewoon zorgen bam, dat je de buit binnen hebt. En dat heb ik dus nu niet echt gedaan. We gaan nog een keer aanvallen. Ik ga nu gewoon wel doorstrijden voor de drie kronen. We zijn er nu toch al mee bezig. Dit was ook een beetje fucked up. Dit was al helemaal fucked up. Ik zal even de gunstelingen inzetten om te verdedigen. En dan, wat zal ik nog verder doen? Ik zal hier eventjes een varkensruiter neerzetten. En dan zetten we hier nog een vuurbal bij neer. En dan denk ik dat we daar de toren wel neer kunnen halen. Oh, die vuurbal was perfect trouwens. Nog één vuurbal zo meteen en we hebben dit potje gewonnen. Dus dit potje winnen we uiteindelijk alsnog. Het is alleen de manier waarop is het misschien niet heel handig. Ik zal hier even skelettenleger neerzetten. Om ietsjes meer te verdedigen. Nog een tovenaar erbij. Oeh, die tovenaar was trouwens niet heel handig. Oeh, nu moet ik nog uitkijken ook nog. Ik zal hier even Valkyrie neerzetten. Oh, dan gaan we dit nog verliezen ook nog. Ah, wat de fuck, dit was echt super dom. Of gaan we dit verliezen? Ik heb geen idee. Ik kan mijn vuurbal er neerzetten. Gaan we dit verliezen? Nee, we gaan dit alsnog winnen. Holy shit, wat een spannend potje. Echt niet normaal. Dat was echt eventjes heel dom van mij. We hebben alle potjes gewonnen, dus dat is hartstikke mooi. Ik had dit potje zoveel beter moeten spelen. Dat is echt niet normaal. Maar dit deck speelde dus ook gewoon chill. Prima deck. Tovenaar, Hog Rider, gewoon chille kaarten. Dit deck krijgt al cijfer een 8. Ik vond het net iets chiller als het vorige deck, maar net iets minder als het eerste deck waarmee ik heb gespeeld. Maar eigenlijk alle drie de decks gewoon een ruim voldoende, dus dat is op zich wel leuk.
Maar dan was dit het voor deze video van Ik Test Je Deck. Mocht je zelf ook nog een goed deck hebben, laat het dus weten beneden achter in de reacties. En vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten op deze video. En misschien dat jullie ook wat aan deze video's hebben. Dan kan je misschien zelf ook denken, oh, dat deck lijkt mij ook heel chill. Dan kan je natuurlijk altijd het deck zelf ook een keertje gebruiken. Maar dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!